We zijn vandaag bij Bentley Systems. We spreken vandaag met Freek Boersma, business consultant bij het Geospatial Center of Excellence, internationaal opererende organisatie in de geospatial technologie. Freek, ik heb jou gevraagd om heel eventjes de tijd te nemen om met ons te praten over de toekomst van geoinformatie. Hoe ziet volgens jou over een jaar of vijf de geospatial wereld eruit? Mattie, dat is een interessante vraag. En als ik daar zo over nadenk, dan komen eigenlijk twee invalshoeken naar boven. De ene is producten, dus leveranciers, zoals Bentley de ene is. En onze klanten. En we hebben allebei een vrij lange historie met met beide facetten. Dus het leveren van technologie en ook het omgaan met klanten. En we hebben gezien dat klanten eigenlijk in de adaptatie van technologie veel langzamer zijn dan dat die technologie kan bieden. Je zou kunnen zeggen, je hebt een bepaald soort gedachteontwikkeling in de bijvoorbeeld de universiteit of de experimentele wereld. Die gaan dan uiteindelijk naar technologie en vervolgens dan naar de klanten die moeten adapteren wat wij met z'n allen bedacht hebben. Dat proces dat is heel, heel traag. Het betekent dat als je kijkt naar onze klanten en stukjes en technologie die worden opgenomen in de daadwerkelijke processen, dat daar zo 5 tot 10 jaar verschil in kan zijn. Dat betekent dat als we nu technologie zien die we nu in ontwikkeling hebben of zelfs op de plank hebben liggen, dat we niet vreemd moeten staan te kijken dat we over 5 jaar bij die klanten dat vol in gebruik hebben en dat dat gewoon nog een dagelijkse praktijk, een dagelijkse routine is. Als we kijken naar de ontwikkelingen in de technologie, dan zullen we dus zien dus dat huidige oplossingen, client-server, desktop-technologie, volledig nog aanwezig zullen zijn over 5 jaar. En tegelijkertijd dat wat je in ontwikkeling ziet nu momenteel, functionaliteit op het web, in allerlei mogelijke vormen, ook in gebruik zullen zijn over 5 jaar. Dat betekent dat je een mix krijgt van desktop-server-technologie als ook echte server-gebaseerde technologie, die in een soort webfrontend gebruikt zal worden. Een webfrontend die je op een heel verschillende manier uit kan zien. Dus de traditionele browser zou kunnen. Maar we zien natuurlijk ook steeds meer en meer functionele componenten, objecten, services die binnen een totaal van een architectuur, softwarearchitectuur worden opgenomen. Zoals we inmiddels kennen van een servicegerichte architectuur. Dus die zal dan werkelijkheid zijn voor een groot gedeelte van de processen binnen onze klantenkring. En dat zullen wij als leveranciers ook gaan leveren.